Dag iedereen, welkom bij onze podcast Lambert en Albert, onze podcast over de cross. Ik zit hier samen met drie ex-crossers met een verschillende carrière, maar ze hebben wel minstens twee dingen gemeen. Ellen van Looy, Bart Welles en Niels Albert. Weet iemand wat precies? We werken allebei voor tv, alle drie voor tv. Dat zou een mogelijk correct antwoord kunnen zijn. Ik zoek het meer in het sportieve verhaal van jullie carrière. Oei. En misschien moet Ellen goed nadenken, want het is misschien makkelijker voor haar om te weten waarover het gaat dan voor hem. Denk aan een paar hoogtepunten uit jouw carrière. Ja, waarschijnlijk Dan Gaver gewonnen. Dat is alleen een correct antwoord. En dan misschien vijfmaal tweede op het BK? Daar heb ik niet gecheckt bij die mannen. ik heb het over Diegem. Diegem, ja. Jullie hebben alle drie een klassieker als Diegem en Gaver gewonnen. Allee. Niels, jij een paar keer meer dan één keer in Diegem, zeker? Hè? Vier of vijf keer, denk ik, heb ik daar gewonnen. Vier keer zag ik bij vier de elite. Ja, vier keer op rij. Ja. Juist. Voilà. Goh, mai. Dus bij deze, de quiz is al meteen opgelost. Ja, ik dacht dat we allemaal eens gevallen waren in Gaveren of zo. Dat zoiets was. Wellicht nog wel. Was al alleen. Was alle drie in wild gescheurd. Ja, nee, of alle drie bijgekomen na de carrière of zo. Dat zou kunnen. Nee, dat is totaal niet het geval. Dat was niet maar ik probeer wel mensen te verbinden. Hè. Als we hier samen zitten, kunnen we wel beter iets zoeken dat gemeenschappelijk is. Ik heb niet gewonnen in Gaveren en ook niet in Diegem. En geen mild gescheurd. Nee. Zeg, Niels, we gaan het vandaag hebben onder meer over het BK dat eraan komt. Ja. En dat is heel interessant. Hoe leefde jij toen naar een BK? Hoe verliep de week voor een Belgisch kampioenschap? Meestal was dat toch wel... Allee, nu is de kerstperiode een extreem druk geweest voor de meeste renners. Maar bij ons was dat ook wel meestal zo'n zoeken tussen balans, trainen en... wat rustig, je mocht ook niet volledig stilvallen, want ja, dat was dan ook zo'n beetje ampetant. Maar ja, dat was vaak moeilijk en vaak ook de weersomstandigheden. Tijdens die weken in de kerstvakantie dan, was dan altijd cross en dan moesten we een beetje losrijden om de rollen of moesten niet zoveel buiten. Maar nu, gelijk als deze week er zit aan te komen in die kou, is vaak de combinatie zoeken van renners die een beetje vermoeid uit die periode komen, koude omstandigheden, buiten trainen, ziek worden, topvorm hebben. Dat zijn zo, allemaal zo factoren die wel meespelen nu op deze moment. Maar, had jij stress in de aanloop naar een Belgisch kampioenschap? Nee, bij mij begon dat zo. Meestal zo zaterdags. Ik wist altijd dat ik de dag voor een belangrijke koers wel moeilijk kon slapen. Dus ik probeerde dan door de week gewoon op tijd in mijn bed te kruipen. Ik zal zeggen een uur of tien, half elf of zo. Dat was zo gebruikelijk. En als ik de dag voor de koers dan, een WK of een BK, dat ik dan om 1 uur pas in slaap viel, dan had ik er ook geen probleem mee. Want ik wist dat ik die dagen daarvoor wel voldoende rust had gehad om dat wel te kunnen overbruggen. Dus voor het slapen had ik zeker geen probleem. En verder nog speciale rituelen? Nee, eigenlijk niet. Ik probeerde een kampioenschap te zien als een koers zoals een ander. Het was wel altijd wel wat andere sfeer, maar ik denk dat ieder van ons dat wel ervaren heeft hoe dat voelt. Het is wel iets speciaals, maar voor ons als Belg zijnde was een nationaal kampioenschap eigenlijk een mini-WK. Want in de periode dat Bart en ik koersten bij de profs, dan was dat eigenlijk hetzelfde deelnemersveld op Stibar en op Stibar na. Want Lars Boom is redelijk krap vertrokken uit de cross. Na hoogrijden al, denk ik, als ik me niet vergis. Dus voor ons was dat zo... ja, een nationaal kampioenschap met Stibar erbij, het WK. Dus op zich was dat hetzelfde als een WK. Hè. Dus als je kampioen België kon worden, was precies een wereldtitel. Dus op zich was dat wel speciaal. Je bent één keer Belgisch kampioen geworden. Ja. In Antwerpen. Ja. En wie was tweede? Bart Welles. Ja? Ja, klopt. En jij vierde die tweede plaats alsof je gewonnen had. Ja, omdat dat voor mij toch wel... dat seizoen was ook niet het beste seizoen en dat je dan op het podium kunt staan. Dat was voor mij altijd wel... Maar ik heb altijd gezegd ook, een kampioenschap was voor mij altijd een speciale dag. Of dat nu BK of WK was. En gelijk dat Niels zelf zegt, voor hem is dat een derde... of een gewone cross, bij mij was dat niet. Ik leefde er ook naartoe. Die week moest ook alles wijken voor mij. Tijdens kerst en nieuwjaar ging ik ook altijd die periode alleen naar de piste trainen. Voor mijn snelheid, voor al die dingen. Ook tegen de kou, omdat ik er al niet zo goed tegen kon. Maar ja... voor mij was dat, of dat ik nu eerste, tweede of derde was, dat was alleen voor mij, dan was dat kampioenschap geslaagd. Tuurlijk, winnen is nog wel de summum, dat is nog wel iets anders. Maar dat was altijd wel belangrijk.
En je werd ook 2 keer Belgisch kampioen. Dat is natuurlijk nog straffer dan die tweede plaatsen. Hoe belangrijk zijn die titels voor jou? Oh, toch wel belangrijk. Hamme Zogge zal iedereen zich wel herinneren. Maar je had heel veel lopen. Dat eigenlijk meer veld lopen was dan de cross. Maar ik vind wel dat ik daar trots op mag zijn. Ik was ook altijd een goede loper. Ik denk trouwens, Niels was ook een hele goede loper. Maar het feit is van, ja, zo'n crossen zijn er niet veel meer. Of die waren er ook niet veel. En als je dan zo'n kampioenschap kunt winnen, dan is dat toch wel een klein beetje eer. Ja, goed. Belgische titels, jammer genoeg, Ellen, die zijn er niet gekomen voor jou. Nee. We gaan het zo meteen over dat Belgisch kampioenschap hebben, maar eerst en vooral, je bent crosser af sinds eind vorig seizoen. Een zwart gat, dat is er voorlopig niet, hè? Want jij bent super druk bezig. Nee. Ja, ik heb het echt wel druk. Ik combineer sowieso alles naast de sport nog met mijn professionele job. Dus ja, daar heb ik ook nog best wel wat uren in de zorg. Maar daarboven, ja, alle leuke dingen die mij, op mij afkomen, die neem ik met heel veel plezier mee. En wat is dat allemaal? Want je bent ploegleidster onder. Ja, voilà. Ik ben nog verbonden aan mijn ploeg De Keuster Bonacci. Een klein beetje op de achtergrond bij de dames elite. Maar sinds september hebben we ook een samenwerking met een jeugdploeg van Acroch Tormans. De meisjes vooral nemen we nu mee op sleeptouw. Crosstrainingen geven, parcoursverkenningen, individuele trainingen. Gewoon bijstaan bij raad en daad, naar de wedstrijden gaan kijken. Dus er steek best wel wat uren in. En dan leuke dingen voor tv mogen doen. Dus ja, dat is heel fijn dat ik zo nog in de running kan blijven. Ja, want je was gisteren in Zonhoven voor onze collega's van Pix. En samen met Niels. Ja, ja. En jullie hebben er maar afgereden. Oh, nu komen we bij ons. Hij is vrijwillig aan de kant gaan staan. Ja, nee. Het was eigenlijk zo. Ik kom eigenlijk nooit meer veel op de cross. En we kwamen boven op dat berg en ik zeg Ellen, doe maar, ik ken hier te veel collega's en ben ik even gestopt voor een babbelje te maken. Yes. Ik bedoel, ik zag niet af, ik ben nog perfect in vorm. Dus, en je wou vooral sociaal zijn en even sowieso. En Ellen natuurlijk ook. Ellen zegt van, mag ik een keer op kop rijden en zo. Ik zeg, doe maar Ellen, ik zeg geen probleem. Voilà, kindje nog weer blij, dus... iedereen content ook. En nu de andere kant van het verhaal, Ellen. Ah wel, ik heb er niet afgereden, Bart, maar ik moest echt na 10 of 15 seconden al zeggen van, Niels, rustig vertrekken. Want ik dacht echt van, die gaat hier eigenlijk een speer vertrekken, wat ook was. Maar dan moesten we dus de beklimming naar de kuil doen en dan... Ja, dan sloeg hem rechts af en het was linksaf. Dus en ben ik de kuil ingedoken en ik ben er terug uitgeklommen. En dan heb ik daar toch wel... heb ik gewoon gewacht. We gingen het samen aanvatten en dan heb ik vriendelijk gewacht. En je hebt nu een verkoudheid, omdat het zo koud werd. Ik zat ook met de verkeerde tube. Dus ik moest met een druk nog goed zetten. En dat was ik denk vooral dat hem er heel veel van genoten heeft. Van de aandacht en de support en het applaus en de Genevers die werden aangeboden. Laat ons zeggen dat het rond het vriespunt was, maar ik had geen kou. Mijn tiret stond redelijk open. Laten we het daarbij houden. En het had niks met de Genever te maken, want je hebt er eigenlijk spijt van dat je ze niet hebt aangenomen, zeker? Ik had ze beter aangepakt. Dan had ik er tenminste iets aan gehad dan die verkenning. En hoe heb je zo gek laten maken om het toch te doen? Want de Turbocross, die wou je niet rijden, hè? Ja, maar de verkenning in Zonhoven wel. Ja, ik had zoiets van, als er nu een parcours is... Allee, ik ben sowieso na mijn carrière een goed weercoureur geworden. Hè. Dus als ik vind dat het wat koud is of het regent, dan kom ik niet buiten. En gisteren was het koud en het sneeuwde op een bepaald moment. Dus je hebt het toch inderdaad gedaan. Maar dat was niet het idee. Als ik ja had gezegd op de verkenning, ik dacht, Zonhoven, een beetje zand, tof. Echt slijk kan het daar nooit niet worden. Dus ik zeg, ik zal dat wel doen. Maar de moment dat ik dus in mijn notte zat, het was ik denk 10:30 of zoiets, stuurde ik een bericht in de WhatsApp-groep, zeg, hier ben ik echt wel niet klaar voor. Het was 0 graden en begon te sneeuwen. En dat was echt geen goed idee. Maar al bij al heb ik mij wel geamuseerd. Wel goed moeten recupereren achteraf, maar voor de rest... Is er een uitzending geweest gisteren namiddag? Ja, maar ze hebben het echt wel beperkt, de uitzending. Want zo goed waren de beelden. Meer beelden van stilstaan dan fietsen, denk ik. Maar zo zot laten maken, weet je... Ik wil dat altijd wel een keer doen of zo, maar zo echt in competitieverband of me laten zot maken, daar reik ik niet genoeg meer voor. En, als je na 3-4 maanden, ik denk dat ik van september of zo niet echt meer gefietst had,
ik stapte op mijn fiets en ik had het idee dat dat mijn vloer niet was. Dus dan, ja, dan weet al hoe ver dat... dan is het even reden, ja. Dan is het even reden. Binnen 2 weken zit je in Benidorm. Ja. Ze zouden graag opnieuw een parcoursverkenning doen, blijkbaar. Ja, wel, een Bart is daar ook. Dus, ja. Kunnen we samen doen, hè? Ja, maar blijkbaar zijn er ook wel terrasjes en zo. Misschien kunnen we daar een verkenning doen. En dan denk ik dat dat zeker even schone beelden zijn. Volgens mij is het weer in principe normaal beter dan in Zonhoven. Ja, dat kan. Maar ja, sorry, mijn fiets is kapot. En je raakt en dat is ook een goede fietsenmaker. Heb nu alsjeblieft geen compassie, meneer Niels. Want mag ik het verhaal even nuanceren? Ja, graag. Het is hoe dat het gekomen is dat hij gisteren op de fiets zat... Zowel in Overijssel als in Namen heb ik mijn verkenning met de camera vroegtijdig moeten stopzetten omdat ik een lekke band had. Oké, goed. Ik baalde daarvan. Ze hebben dat ook laten zien. Ik heb er een halve ronde liggen vloeken en tieren. Dus, in de uitzending heeft Niels dat meermaals aangehaald van ja, lekke banden en in zolder moeten maar oppassen. Want daar liggen ook van die stenen. En, ja, eigenlijk een beetje poets weer aan poets. Hebben we gezegd van, kijk, ja, als je het dan toch zo goed en zo makkelijk kunt vertellen. Ik zeg, misschien moet het de volgende keer dan maar zeker. Moest ik toch voor de zoveelste keer lek rijden, dat tenminste jij er nog zet om, de beelden, om goede beelden te Niels maken. Niels to the rescue. Niels to the rescue. En Niels was dan zo in Zolder toch niet klaar of aanwezig met zijn fiets, want hij moest gevraagd worden. Hij was niet gevraagd. En dan hebben ze uiteraard massaal voor Zonhoven gezegd, Niels... Je zult er staan. Ik kon er niet aan ontsnappen. Dus, het lijkt zo precies dat iedereen nu grote medelijden moet hebben met hem, maar hij heeft eigenlijk zijn eigen zelf. Dat vind ik niet, je moet daar niet te veel medelijden hebben. Daarmee even mijn kant van het verhaal. Oké, dat is mooi. I will be back. Ja. Ah, voilà. Okay. Die bolle maak ik er al zo. Ja, de vraag erom. Ik wou net afronden. Nee. Maar deze jaar niet meer. Ik ga mijn eigen tegen volgend jaar... ik zal mijn comeback eens in Zonhoven volgend jaar. Oké. Bij deze is de afspraak... nog een jaar tijd. ...gemaakt. Maar analyse bij de cross, dat het gaat je goed af, Ellen. Dat is iets wat je ook heel graag doet. Gewoon blijven babbelen over de cross, over de passie in jouw leven. Ja, klopt. En ik weet ook wel wat het is om in die kuil te rijden of af te zien op die beklimmingen of vroeger te moeten lopen dan anderen. Of weer die foute lijn te nemen. Omdat ik tot vorig jaar zelf nog allemaal heb meegemaakt. Ik ken de parcours ook bijna op mijn hoofd. Zou ze bijna blindings kunnen rijden. Dus ik weet wel over wat ik spreek, denk ik. Ja, en je kijkt natuurlijk met extra aandacht voor de rensters van jouw ploeg. Ook. Het is sowieso ook mooi om nu aan de kant te staan en ook iedereen te zien passeren. En zowel de meisjes van mijn eigen ploeg, maar ook anderen die wel ver in de achtergrond soms, maar nog wel best goede dingen doen. En dan is het soms jammer dat die niet opgemerkt worden door tv of door anderen. Ik denk dat alle toppers ooit ergens in een achtergrond zijn moeten opvallen door een of andere ploegleider. Dus niet iemand die direct van de eerste cross meedoet voor winst. Die pikken ze er natuurlijk sneller uit. Maar die moeten ergens wel goede dingen hebben gedaan. En dat is nu mooi om die ook samen met andere ploegleiders te mogen opmerken. Dat lijkt me soms moeilijk om op plek 27 te rijden, nooit in beeld te komen en ook je ding te moeten doen, er heel veel moeten voor laten. Ja. Een entourage rond jou creëren en voor wie of voor wat. Ja, dat klopt. Dat is, En vooral in die damescategorie is dat zo. Hè. Kennen bij de mannen heb je dan van heel vroeg al die aparte beloftecategorie waar je heel snel onderscheid maakt. Maar ja, sinds kort is nu ook een aparte juniorencategorie. Maar vroeger, je werd junior en je moest bij de pros gaan rijden. En dan waren die 35ste, die hadden dan soms de cross van hun leven gereden. En, niemand was daar. Ja. Niemand zag dat dikwijls. En dat zijn de dingen, ik spreek dan vooral in de naam van mijn broer, die dat dan veel mee bezig was. Ik bedoel, zelf, ik heb dat ook maar de laatste 2-3 jaar echt moeten leren. Hè, om, nu dit jaar met Julie Brouwers, die rijdt een 20ste in de wereldbeker. Als belofte, maar die is wel 6e, 7e belofte, dus dat is wel knap gereden. Maar was echt een 20ste plaats voor de buitenwereld? Dat is niet zo goed, hè. Terwijl dat hij wel een heel goede cross heeft gereden. Dus dat zijn dingen, je moet dat nuanceren, je moet dat kunnen doorkijken dikwijls. En die, gelukkig dat er zo'n mensen zijn die dat daar ook mee bezig zijn. En niet alleen met die eerste 5 die over de meet passeren en denken dat alleen maar goed zijn. Ja, want het is soms heel eng, hè. En uiteraard, als televisie doen we er ook aan mee. Maar omdat de mensen ook die toppers willen zien. Maar er rijden er nog mee en zonder die is er geen cross natuurlijk. Hè. Klopt, als de laatste morgen niet meer aan de start zijn, dan staat er op een gegeven moment met nog een 10-tal aan de start. Hè. En kan ze dan nog blijven organiseren?
is talent detecteerbaar? Want iemand die op plek 25 rijdt en door omstandigheden zich niet kan tonen voorin, maar misschien wel veel talent heeft, kan je die eruit halen? Geloof je daarin? Ik denk dat wel. Ja, ik ben zelf een beetje een product van... Ik heb 20 jaar volleybal gespeeld, dus dan stonden er andere trainers aan de kant te kijken en dan spraken ze mij of anderen aan. Kijk, kunnen volgende week... Of mag jouw dochter tegen mijn ouders... mag jouw dochter volgende week eens met ons komen meetrainen? Dus dan kwamen ze naar de matchje kijken en... Ja, dat is volgens mij... Dan is het nog maar... Maar je spreekt niks... over volleybal? Ja, ik spreek nu over volleybal. In de cross, ik denk... In mijn persoon sta ik ook aan de kant en heb ik ook al meisjes aangesproken en gezegd van kijk, we gaan eens een toerke doen. En dan bel ik die op en dan zeg je, we gaan een ritje rijden, we gaan een training doen. En dan zie je toch wel veel. Vind ik. In vorm van techniek zie je dat snel, dat je talent hebt of niet. Tuurlijk worden dan coureur. Dat is nog altijd een groot vraagteken, zowel bij de jongens als bij de mannen, als bij de meisjes. Ja, als je als nieuweling de beste kunt zijn en je hebt een geweldige techniek, maar je bent al wel volgroeid, ja, dan weet je niet of je coureur gaat worden wanneer je belofte of prof wordt. Maar techniek, dat haalt er zo uit. Dat voelde direct als je een keer een toerke doet. Of, allee, ik bedoel, dan mogen ze zelfs gestopt zijn, maar als je daar... Dan, gewoon ernaast zijn, je ziet die afstappen, lopen, de bocht nemen. Dat is wel heel, heel detecteerbaar tegenover jou natuurlijk, ja. Carrière is lang, is hard werken, gezond blijven. Dus zijn veel factoren. Ik denk, gelijk als Bart zegt, als je bijvoorbeeld met die meisjes en zoals Ellen en je pakt die een keer mee en gaan een keer door het bos en zo fietsen en je staat erop te kijken, dan kun je redelijk rap zeggen van goh, die kan sturen of die is technisch wat aangelegd en mits de nodige training kunnen we die misschien wat rapper laten rijden. Maar je hebt er ook bij waar je zegt van ja, allee... Deze zal het niet zijn. Of, ze zijn vaak nog wel erg jong, dus het moet uiteindelijk allemaal nog wel beginnen voor die meisjes. Hè. Dus het volume dat ze nog sterk moeten niet gaan toenemen, dat is niet gezegd dat dat door een goede bocht of is misschien al over een balk zou kunnen springen, dat daarmee gezegd is dat dat gaat blijken binnen x aantal jaren verder dan. Maar ja, je moet ergens natuurlijk beginnen. Ja, het is een ontdekkingstocht en je ziet iets dat technisch goed is en je denkt van misschien zit er meer in. Dan blijkt hij ook een motor te hebben. We kunnen daarop verder bouwen en zo. Zoals nu bijvoorbeeld, de naam is al dikwijls gevallen hier, deze podcast. Fleur Moors, jong talent. Iedereen denkt, dat is misschien de next big thing in België. Moet nog blijken, maar ze heeft nu op die jonge leeftijd al troeven om te zeggen, we gaan erin investeren wellicht. Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld met jeugd, dat je mocht in welke categorie dat je ook overga, bijvoorbeeld, we hebben dat ook hier al een keer al gehad, het voorbeeld van een Thibaut bijvoorbeeld aanhalen, dat je moet daarvoor, de jaren daarvoor, geen heel cross kunnen meerijden op het einde met die toppers, maar je moet af en toe gewoon zo eens een stuk laten zien dat je zo eens 2-3 ronden dat tempo aan kunt. En dat je dan lost, maar dan weten we wel, daar zit potentieel in, die kunnen 2-3 ronden dat tempo aan en de rest komt wel door de leeftijd of door training. En dat is met die meisjes ook zo. Als Ellen bijvoorbeeld eens gaat doorrijden met iemand van 13, 14 jaar, zeg maar iets, die juist junior wordt of zo. En je kunt als hij een stuk dat tempo aan kan, als hij mee met die profs een keer gaat trainen of zo, die kan dus op een training zo een turken of twee in het wiel zitten in een lichtaard bijvoorbeeld, dan weet ook van die kan rap rijden. Als die zo eens even in het wiel van Laura kan zitten en als hij na twee bochten al drie bochten achter is, bij wijze van spreken, dan weet je dat moeilijk gaat worden. Ja, je moet wel ergens een blijk geven van talent, het zij rap rijden of technisch gezien. Hè. Zijn er nog talenten die we moeten noemen? Of wil je ze niet noemen? Want we hebben nu al Fleur Moors genoemd, Julie Brouwers. Bij jouw ploeg zijn er ook een aantal jonge meisjes met talent. Ja, klopt. Maar de echte jeugdploeg bij de Acroch Tormans, waar ik me eigenlijk 100% nu, of toch 70% mee bezig hou, dat zijn er nog wel best enkele, maar die gaan we nog een klein beetje onder de radar houden. Ja. Maar, ze gaan nog niet meedoen op het BK zondag om te winnen. In hun categorie hopelijk wel. Maar dan spreken we over nieuwelingen en junioren. Dus, ja. Die laten we nog 16, een beetje groeien. Ja, liefst wel. Dat is het mooie, vind ik, aan mijn job of mijn kans die ik via mijn ploeg kan doen. Om eigenlijk een beetje achter de schermen, onder de radar, die meisjes gewoon bekijken, ermee bezig zijn, die uitnodigen en dan die... Ja, om die zo warm te houden voor de sport in eerste instantie. En dan misschien op termijn via de Keuze Bonnetje laten doorstromen naar de dameselite. Maar het gaat niet van vandaag op morgen zijn, zeker niet. Maar het is wel heel interessant, vind ik. Ja, laten we hopen dat het lukt, want we zijn op zoek naar extra vrouwelijk crosstalent. Hoe leefde jij toen naar het BK, Ellen, tijdens jouw carrière? Want we hebben het al gehoord van Niels en Bart. Hoe zat dat voor jou?
Ja, uiteraard ben ik een heel ander persoon en heb ik een heel andere carrière dan Niels en Bart. Ik heb het altijd gecombineerd met mijn job. Weliswaar halftijds de laatste jaren. Dus vooral, ik zorgde dan dat ik toch wel enkele verlofdagen die week voor het BK gepland had. Dus dat ik zeker die laatste dagen... Ik moest het meer hebben van extra te rusten. Less is more. Het principe was voor mij, denk ik, werkte wel. Waarom ook? Omdat ik... Mijn BK was vaak mijn 35e wedstrijd op het seizoen. Ik denk, de meeste wedstrijden heb ik in seizoen 16-17, heb ik er 47 gereden. Dus ik had altijd rond de 40, 45 wedstrijden op een seizoen. BK komt dan toch in de laatste derde helft van, of de laatste derde van het seizoen. Dus ik had mijn volume al wel opgebouwd in de maanden daarvoor. En dan probeerde ik hem over te teren op die conditie die ik had. En ja, dat is nooit niet echt goed uitgedraaid voor mij, maar toch wel heel veel keren ook wel een mooie podium geëindigd. Klagen die mannen dan over mijn 35 crossjes per jaar? Ik snap het niet. Ik zeg dat dikwijls. Ze worden betaald, ze moeten trainen voor een goede crossseizoen. Maar ja, nu wil er heel veel ook nog op de weg rijden. Dan zijn er bij die dat niet. Ja. Maar degene die nee, gelijk, om naam te noemen, bijvoorbeeld Iserbiet gaat er ook op het einde van het jaar 7,38 hebben. Oké, nu is hij maar even tussenuit geweest door ziekte. Maar ik vind ook, ja... Ik was een crosser. Een echte crosser. Wij rijden allemaal over de 40 crossen per jaar. Maar nu is het anders. Ik zie dat zelf in mijn eigen ploeg. Dat wegprogramma, dat wordt alsmaar, de hameren ze op, dat wordt alsmaar belangrijker. We willen ook niet in maart of toch zeker april, eind, begin mei, ook wel mee in die wegwedstrijden. Want ze zien het natuurlijk als voorbeelden van andere meisjes. Maar is dat echt nodig, denk je? Het is meer proberen, denk ik. Ik zie Puk Pietersen. Eén wegkoers, de rest mountainbike, oké, op een heel hoog niveau, maar die heeft geen wegkoers gereden, één wegkoers. Het is een beetje kopiëren en dan bang hebben van, oei, wij hebben dat niet. Dus als die het hebben, dan zal het voor ons niet goed zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat dat niet... Je moet een goede voorbereiding hebben, je moet op de weg gekoerst hebben en je moet goed getraind zijn. Maar bij de mannen is dat dikwijls ook zo. Ik haal dat altijd aan, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Pidcock, zijn eigenlijk slechte voorbeelden. Allee, ik bedoel, zijn talenten, dat is het nadeel, die kunnen alles. Dus die kunnen de combinatie, maar dat is een goed uitgekiend programma. Maar dat is en beide combineren... Dat is er weinig gegeven op dat niveau. En veel crossers, zowel meisjes als heren, die spiegelen hun eigen daaraan. En die spiegelen hun eigen bijvoorbeeld ook aan Fem van Empel. Ja. Hè? Maar Fem kan op de weg rap rijden. Sherine van Androoy bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn allemaal dames die op de weg uit de voeten kunnen. Maar die rijden daar ook een heel sterk programma aan in de zomer. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Laura, als je zegt van ik ben puur saan crosser en ik bereid me daarop voor. Dat gaat volgens mij geen plaats schelen. Allee, laten we 50 wegkoersen rijden. Nee, dat gaat ze ook zeker niet doen. Dat gaat ze ook niet willen. En we zorgen er ook voor dat die meisjes wel goede wegwedstrijden kunnen doen. Op zelfs een hoger niveau dan de gewone kermiskoersen. Maar ja... Je moet er een goede balans in vinden. En ik denk dat ze, denk zeker een Laura, Alicia, dat zijn eigenlijk echte crossers. Dus die moeten zien dat ze gewoon half september, eind of begin oktober, tot eind februari. Ja, maar ik heb nu wel het gevoel dat vroeger waren de crossers van elk weekend. En elk weekend volle bak. Dat er nu ook keuzes worden gemaakt. Hè? En met succes, want er zijn mannelijke crossers, vrouwelijke crossers. Vooral bij de mannen zijn er veel meer verschillende winnaars. En ook winnaars die echt dingen laten schieten om de week daarna weer top te zijn. Ja. Dat is periodisering. Dat is bij ons ook zo. Wij hebben nu dikwijls gezegd, het is niet ons beste seizoen van ons ploeg bijvoorbeeld. Maar we hebben gezegd, we hebben nu liever dat er één uitschieter is... Dan 10 normaal crossen. Dus dat wordt bij iedereen zo. Hè. Winnen is al moeilijk, en zeker wanneer dat de grote drie er zijn. Nu is het alleen Mathieu geweest dit jaar, die echt koersen nog kan winnen terwijl het erbij komt. Maar het feit is, het is belangrijk koersen winnen. En dan moet je periodiseren, kijken welke periode moet ik goed zijn, wat offer ik op in de winter, welke wedstrijden ga ik niet rijden. Zeker met een drukke wereldbeker. Kan dat gewoonweg niet alles rijden. Dus ook de vele verplaatsingen. Alles komt bij elkaar. En het moderne veldrijden is zo dat je de ene zal in het begin van het seizoen een beetje gas terugnemen. Eli heeft het geprobeerd van in het begin van het seizoen gas te geven. Maar je ziet ook twee weken aan de kant gestaan. Het lichaam protesteert op een bepaald moment. Voilà, dus. Ellen, jij zei daarnet in het begin van de podcast. Ja, 5 keer tweede op het Belgisch kampioenschap. Dan denk ik, stel 45 crossen in 80 per seizoen. Of in die zotte seizoenen. Dat je er daar 10 had laten schieten,
was een Belgisch kampioenschap dan wellicht wel mogelijk geweest? Misschien ooit is. Misschien. Ik denk dat... Dat zou je toch meteen ingewisseld hebben? Ja, dat denk ik nu wel. Alhoewel, ik crosste gewoon graag. En waar er georganiseerd werd, daar stond ik aan de start. En organisatoren hadden graag dat ik kwam. Dus ja, ik deed de sport heel graag nog steeds. Maar uiteraard, die Belgische titel. Het is niet zo dat het 5 keer echt maar randje is geweest. Dus Sanne was altijd wel... het was altijd een niveau hoger. Altijd geweest. Ik heb zelf mijn niveau ook kunnen verbeteren en sterker geworden. Maar dat maakte dat zij ook haar niveau ook moest gaan of ging versterken. En dan bleef de kloof... We werden allebei beter, maar de kloof bleef gewoon... Maar er is wel een groot verschil. Sanne was is altijd prof geweest. Heeft eigenlijk nooit die job gecombineerd. Nee, dus dan kan je misschien beter afvragen van wat als ik misschien 10 jaar vroeger had... dan was Sanne nog niet bezig of hadden we elkaar een stukje overlapt. Maar wat en als. Ik heb ook een mooie volleybalcarrière achter de rug, dus ik ben blij met alles, hoe dat gelopen tuurlijk. Is. Maar goed, ik zoek maar en ik zie dat je 8 keer op het podium hebt gestaan. Ja. 5 keer tweede, 3 keer derde. Ja. Ja, ik vind dat nog wel best een mooi rapport. Het zegt misschien ook wel veel over de weinige tegenstand. Maar we spreken dan over 15 jaar geleden. Toen waren er nog niet zo heel veel dames. Bij de Belgen is het niet echt heel, heel sterk vermeerderd. Nu volgende week gaan er nog niet zo heel veel dames elite aan de start staan. De wedstrijden, de andere nationaliteiten zijn er wel heel veel bijgekomen. En heel veel jonge, goede rensters bijgekomen. Ja, enkel op BK moeten we natuurlijk maar bekijken. Dus... als je dan zoveel keren de beste van de rest bent, dan kon ik er eigenlijk wel mee leven. Maar, ja, en het is nooit nipt geweest, die 5 keer. Ik denk dat Erpen Meren het kortste bij was. Dat was echt een... misschien dat Niels en Bart het nog wel herinneren. 3 ronden voor de dames, het parcours nog verlicht, omdat het heel slecht was. Ja, dus dan denk ik dat het tijdsverschil tientallen seconden was. Ik weet het niet van buiten, ik heb het ook niet opgezocht. Maar het was in ieder geval de meeste kans voor mij om het te halen. Maar net dan ook niet. Het Belgisch kampioenschap dus net niet. Wat is het mooiste moment geweest in de carrière van jou? Die 2 overwinningen in de superprestige, Diegem en Gaveren? Die sowieso, maar langs de andere kant toch ook wel mijn eindklassement van de B-post toen in de tijd nog, denk ik. Ik heb toen geen enkele maandje van de B-post gewonnen, maar ik won wel het klassement. Dus ik was eigenlijk verschillende jaren best wel de regelmatigste. Ik reed de meeste wedstrijden, maar ik kon het niveau ook wel best lang houden. Ik was ook een oudere, wat meer body misschien, wat minder zorgen rond de cross. Want morgen is het gewoon toch mijn werkendag voor mij. Dus dat is ook wel een andere ingesteldheid naar de cross. En dat werkte wel voor mij. Dat is toch wel gebleken als je dan toch een klassement kunt winnen. Niet te veel onnodige druk en stress. Proberen gewoon normaal te doen. En genieten van de cross. Dat heb je gedaan dan. Ja, klopt. En misschien had ik wel een talent voor het fietsen en crossen. Ja, anders dan denk ik niet dat je op je 28 nog zo'n carrière kunt opbouwen of uitbouwen, denk ik. Maar ik heb geprobeerd om er zoveel mogelijk uit te halen wat ik dacht dat voor mij werkte. En uiteraard heeft dat lang geduurd hier, dat het een beetje professioneel werd. Ik had wel fietsen en ik had materiaal, maar dan is het eigenlijk pas echt begonnen als ik bij Hanze in de ploeg kwam, met Bart nog, 2013. Of begin 2014 januari maakte de overstap naar echt een professionele ploeg. Met stages, met goed materiaal, om kadering en begeleiding. Dus dan is het ook het niveau voor mij nog wel stukken omhoog gegaan. Ja. Jij bent er dus niet in geslaagd om Sanne Kant te kloppen. Wie gaat er de eerste zijn die daarin slaagt? Want dat is de vraag van de week, hè, bij de vrouwen. Wordt het nummer 15 voor Sanne Kant of gaat het iemand anders worden? Ja, wie heeft het antwoord? Als van iemand moet komen, zal het van Laura moeten komen, denk ik. Vooral de tendens van de laatste 2 weken. Hè. Als je ziet, Laura gisteren, chapeau, ver voor. Veel verschil met Sanne. Ik denk dat dat misschien het nadeel van Laura kan zijn, dat ze de druk soms niet aan kan, dat ze wanneer dat moet is. Misschien net dat tikkeltje niet, maar ik denk dat ze er nu klaar voor is. Als je ziet hoe dat ze gisteren reed, ook in Kokseide, een mega bangelijke cross. Ik denk de voorlaatste tour was ze bekend bij Céline bijgekomen. Dus ik denk wel dat het moet kunnen. En als het gebeurt, zal het misschien dit jaar zijn. Moet je Sanne nooit uitvlakken. En Ribeirol is een kampioenschapscoureur
vorig jaar eigenlijk al, als hij niet die pech had, had het misschien al kantje boordje geweest. Dus ik denk dat dat de drie zijn die dat wel... Dus er gaat één groot verschil wel zijn ten opzichte van de afgelopen wedstrijden, waar dat de rensters nu vaak hun wagonnen aanpikken. Zoals Bogister Laura is daar het voorbeeld daarvan. Heeft, ik denk, quasi heel de cross in een groepje van vier gezeten. En die jutten elkaar wel op en die rijden die koers. En nu zondag gaan zij tegen Sanne dan een duel moeten gaan uitvechten. En dan op een gegeven moment gaan ze ook de koers moeten in handen pakken en beslissingen maken op de juiste moment. En vaak is dat zoiets waar dan een renster of een renner op blokkeert, omdat hem dat eigenlijk nooit niet gewoon geweest is. Dus hij heeft al een koers of zeven gewonnen, zeker dit jaar. Dus. We hebben dat met Laura hier wel aangehaald, ook in de podcast, een paar weken geleden. Dat natuurlijk heel leuk was in Spanje om daar een paar koersen gaan te winnen. Maar ze gaf zelf ook toe dat natuurlijk niet het niveau was dat hier in België rondrijdt. En dat ze nu tegen Sanne ook de koers dan in handen zal moeten pakken en de juiste beslissing maken op toch wel een heel hoog niveau. En dat in het geval van Sanne dan, heeft al vaker in het verleden in die situatie gezeten, waardoor ze misschien net wel de juiste dingen doet als het over de titel gaat. En daarvoor misschien tactisch gezien dan wat in het voordeel is, maar misschien zeker fysiek gezien niet. Ja, dus eigenlijk zal er wel van afhangen. Het gevoel dat we nu toch hebben, is dat fysieke dat heel dicht bij elkaar ligt. Ja, misschien zelfs lichtjes in het voordeel van Laura Verdonschot. Ja. Dus het zal een mentaal spelletje worden. Ja. Het weekend van Mol in Antwerpen was voor mij wel een heel knappe voor Laura. Mol was al goed, ze is een zandrijster. Sanden is ook een zandrijster. Podium daar zeker. Hè? Podium en dan de bevestiging in Antwerpen eigenlijk, met een vierde of een vijfde plek wereldbeker. Dus ze kwam ook uit enkele een periode van ziekte. Ja, iedereen heeft wedstrijden geskipt, is op stage geweest of is ziek geweest voor redenen. Is het echt ziekte of is het sparen voor het BK? Ja, dat weet de renster uiteindelijk alleen maar zelf. Maar dat kiest ook iedereen voor zichzelf waar het het beste werkt voor hem. En voor Laura werkte dat wel. En tot gisteren heeft dat gebleken dat nog altijd, dat ze in de goede flow zit en... Het waren wel allemaal zandcrossen, hè, waar we het nu over hebben. Ja, hoeveel zand is er in Meulenbeek? Ik hoorde twee zandstroken. Ja, dat is een tweede. Ja, die ene tweede... zandbak zo van naar Rijnzand, dat is ook nog heel ambetant. En er is nog een tweede bijgelegd. Ja, er blijkt wel een tweede bijgelegd. Om de VIP heb ik gezien op het parcours. Maar goed, het is een andere wedstrijd sowieso. Het gaat misschien wel een snelle wedstrijd en het vriest zijn. En Friesland krakt nu, dus... Harde ondergrond. Bepalend dus, zijn, dus. Ja, wat strak ook over wat gaat er bij de mannen zijn. Hè. We zijn dan... De mannen, wie schuift er naar voren als favoriet? Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Wie gaat het daar doen? Ja, daar zijn er meer namen, hè? Dat zijn gewoon, die zijn eigenlijk allemaal, dat gaat eigenlijk quasi altijd een verrassing zijn. Mannen gewijs dan. Je zit dan met een Eli dat een periode komt van minder. De Michael is wel in Gullegem gewonnen, maar stapt dan ook weer in Zonhoven af. De Thibaut zegt wel dat hem goed rijdt, maar de resultaten zijn dan een zesde, een tiende, zo dat. Laurens Zweek laat wel zien dat hij wat beter is. Niels van de Putten is volgens mij goed, maar... Ja, gisteren weer minder in Zonhoven. Dat is hetzelfde verhaal. Je kunt daar direct zes, zeven namen op noemen, maar je kunt zo geen twee man zeggen, het zijn die twee... Kunnen natuurlijk bij de meisjes wel. Hè. Daar zijn er een stuk of drie. Hè, dat is super interessant. Maar zeker met die vriestemperatuur dat er nu aankomen deze week. Dat parcours kan echt heel rap liggen en wat gevrozen. En zo wat ijs in de bochten met dat water dat erin zit. Dus het zou wel eens een spannende koers kunnen zijn om dat te kijken. Bart, ik zag je denken en al met bepaalde... verhalen van de cross naar boven komen. Hè? Ja, nee, maar gewoon gelijk dat Niels zegt, bij de mannen is het gewoon zo. Je kunt op niemand... Allee, op deze moment vertrouwen te zeggen van zie, dat gaat hem zijn. Hè. Ik had veel verwacht, of iets meer verwacht van Eli nu in Zonhoven, maar moest redelijk rap passen. En dan begon ik ook wel te twijfelen, het kampioenschap. Dus... Vond je dat te snel? Want we hadden toch het gevoel, na ziekte, een degelijke cross? Nee? Ja, maar... Een goede Eli moet meer kunnen, vind ik. Allee, denk ik dan. Ik vind, in dat eerste groepje moet hij dan altijd bijzitten. Hè. Allee, dat is dan mijn mening naar BK gezien dan toe. Je kunt nog altijd een beetje verbeteren. Maar je komt al terug uit ziekte, je hebt al niet veel gedaan. Dus... En dan deze week is het eigenlijk ook nog een week dat je niet te veel gaat doen. Je moet niet te veel buiten, want met die koude temperaturen is sowieso naar recuperatie toe ook al minder. Dus eigenlijk dat Niels zegt... Maar je stond met veel vraagtekens aan de start gisteren. Het was eigenlijk dat was voor mij ook het ding. Ik heb vorige week een interview gehad. Ik zeg, als Eli een goede zon overrijdt, is er maar één een topfavoriet. Daar ben ik zeker van.
Maar als daar twijfels zijn, ja, dan is het meer open. De conditie open. Gaat dit week, deze week geen 20% meer naar boven kunnen. Hè. Het is de conditie van gisteren en de afgelopen weken. En wat de Nelly volgens mij ook wel wat heeft, als hem er bovenuit steekt, dan zou hem met veel zelfvertrouwen naar dat BK gaan. Mm. En wat hem nu gaat hebben is, ik denk dat we dat mogen zeggen, toch, dat een Elip een kampioenschap toch vaak het laat schieten, door welke omstandigheden dan ook. En ik denk als dat nu een gevrozen Turken is en zo'n mannen gelijk een Gianni Vermeers en een Toon van den Bos en zo, die komen wat in de weg rijden en hij gaat zoiets hebben van ja, deze zijn normaal gezien mannen dat ik tussen mijn boterham smeer smorgens. Hè, nu rijden die een beetje in mijn weg. Dat hem zijn eigen daar ga je nerveus maken en dat hij gaat weer zeggen ja, het is weer van dat, het is weer kampioenschap. Dus ik, dat kunnen zo wel eens van die ook dingen daar zijn. Ook daar dus een mentaal spelletje. Mm. En ja, Toon van den Bos trouwens, gisteren voor Eredivisie. Ja, dus misschien is dat nog een en outsider. En vorig kampioenschap in Molenbeek was hij daar vijfde. Dus ook een ronde dat hem wel kan. Dus zijn, ik zeg, het zijn allemaal alsen, ja. Laten we het straks zeggen. Maar we moeten ook eerst weer afwachten. Blijft het vriezen? Effectief? De hele week, s'nachts altijd vriezen. Overdag maximum 3-4 graden. Ja, maar als het 4 graden gaat worden en de zon staat erop, gaan er weer al vettige plekken komen. Dus bovenste spelletje gaat echt zeker met die op dat eilandje. Het gaat vooral heel, heel tactisch worden, denk ik. En heel enerverende koers, zeker bij de mannen. Met al die favorieten en sowieso. Hoe pak je het aan? Want zoals gezegd, het zit hem tussen de oren. Je kan jezelf helemaal gek maken, maar je kan dat misschien omdraaien en proberen het spelletje in jouw voordeel te spelen. Hè? Want het gaat ook deze week in de krant voor een stuk gespeeld worden. Ja, zeker en vast. Maar... dus ik weet niet dat er echt met kopmannen wordt gewerkt in zo'n... Is een Toon van den Bos een goede gangmaker voor Laurens? Of gaat hij zelf zijn eigen kansen willen gaan? Ik weet het niet. Werd er vroeger over gesproken? Of werd er... Niet met kopmannen. Hè. Toen wij, ik zeg het, dat is weer al lang geleden. Ik praat niet graag over mijn tijd. Maar als ik met Erwin Vervecke op het kampioenschap stond, dan was ieder voor zijn eigen. Ja. We moesten wel zien dat we elkaar niet in het verlies reden om door iemand anders. Ja. Maar nee, je moet je eigen kansen gaan. Ik denk, cross is nog altijd een individuele sport die dan nu als team, vooral naar trainingen, voorbereidingen, materiaal, dezelfde samen... De cross zelf is nog altijd... hard tegen hard. Ja. Je blijft dat zien, dus... Dan het is maar eerlijk, die net er het hele jaar opteert, alles wat dat er bij komt kijken bij die kampioenentrui. Je kunt ook een titel niet weggeven. Voilà. Ja, toch? Goed. Ik bedoel... Maar Michael van Toornhout heeft hem niet kunnen laten zien voorbij een jaar. Dat vindt hij zelf jammer. Nee, maar kun je een titel ook niet weggeven. Als je dat kunt pakken, je kunt niet zeggen, wint dan maar. Hè. Waarom zou je het weggeven? Nee, als je zegt zo bijvoorbeeld als een Toon van den Bos nu in één keer in een situatie komt, dan ik kan die koers hier winnen. En dan gaat hij ook niet zeggen, sorry, maar deze morgen in de bus is gezegd dat ik op de Laurens moet wachten. Ja, dat gaat hij niet doen. Nee. Dan is het maar aan de Laurens om dat gat bij zo'n spreken dicht te rijden of te zien dat hem zijn eigen in een situatie wringt. En gelijk als Bart zegt, het parcours gaat zodanig veranderen, denk ik. Het zal misschien overdag wel wat tooien en misschien hier en daar wat drassig zijn, maar ik denk over het algemeen goed lopend zijn. Mm-hmm. Ja. Met als gevolg wel dat een heel tactische koers kan worden. Het is ook niet zo'n spectaculair moeilijke cross. Veel draaien en keren. Ja, het is moeilijk om te echt passeren. Echt uw vermogen kwijt kunnen op die tour is ook al zoiets. Echt vermogen kwijt kunnen. Ja. Ik zou wel niet weten waar je dat daar kwijt kunt. Nee. In principe is het een rondje, denk ik toch, Mullebeke voor Eli toch? Ja. Een goede nijs. Je kan sturen. Je moet durven ook. Je moet durven in die bocht te smijten. Mm. Een speeltuintje eigenlijk. En dan is het ook nog bos. Dat die trappen. Het volgt een eigen heel snel. Daarom op, dat dus, als je in een groep van 7-8 zit en je zit er altijd 6-7. Daarom dat ik in Niels van de Putten ook wel zoiets heb. Dat is een coureur die al een heel jaar op een goed niveau rijdt. Heel regelmatig. Wel niet wint, maar goed. Hij zit daar altijd wel, net altijd. En als je al de Nederlandse coureurs wegdenkt, waar dan Niels van de Putten aan de start staat, is hem altijd eerste of tweede of derde Belgen. Dus hij is daar altijd wel ontrent. En als hij een parcours is dat hem echt ligt, zie ik die ook wel ver geraken. Dus, hoeveel namen hebben we intussen al voor de mannen? Een stuk of 7-8? 7-8 kun je er vanzelf eens opnoemen die kans maken. Maar dus. Het is toch nooit zo breed geweest. Ik bedoel, het lijstje met favorieten die echt Belgisch kampioen kunnen worden. Maar dat maakt het ook mooi, denk ik. Hè, dat het spannend is. Het zou spannend kunnen zijn tot de Er is één groot voordeel. Er is één groot voordeel. Je kunt veel geld verdienen. Als je op de juiste inzet van het weekend, dan staat één tegen zoveel. En dan kun je waarschijnlijk
goed gaan eten s'avonds. Proberen mensen niet aan te zetten tot, tot schokken, maar Niels Albert is helemaal... Ja, het is heel moeilijk om... Oké, ik wil we gaan een, toch een rondje doen. Wie wordt Belgisch kampioen? Je mocht zelf niet gokken, zei je, nee. Nu gaat een rondje. Wie wordt Belgisch kampioen, Niels? Bij de mannen. Bij de mannen? Ja. Thibaut. Thibaut Nijs, oké. Okay. Michael van Toerenhout. Oeh. Dus gisteren... Hij ging ook geen Europees kampioen, want hij kon ervoor geen prijs rijden, maar weer wel Europees kampioen. Okay. Maar en Gulligan wint hem gemakkelijk en in zonoverig heeft hem op. Die heeft gisteren geroest voor het BK. Dat is toch simpel? Oh, het is zo. Waarom dat idee had ik ook. En ik zei dan op een gegeven moment, ik zeg, ja, maar allee, als je nu op voorhand die intentie hebt om af te stappen in Zonhoven, je zet die transfer van in de Vlaanders naar Zonhoven. Je moet gaan verkennen, je moet opwarmen, je moet eten, je moet op die rollen rijden. En je stapt dan op 3 ronden van Dijn af. Ja, rust weg, hè. Want ja, je moet dan ook terug naar huis. Dus die rustdag is weg. Dan had je beter Gulligem gereden. En zeg je dat je knie gestoten had in de laatste ronde. Klaar, rijd dan in naar Zonhoven, ga een dag in je zetel liggen. En dan er een extra rustdag richting dat BK. Maar nu, die rustdag gisteren, is er niet geweest, hè. Je hebt eigenlijk alles gedaan om die koers aan te vatten. Dit jaar al 5 keer moeten opgeven. Het is gewoon een seizoen van ups en veel downs voor Michael van Toerenhout. We gaan hem toch niet verdenken van een bepaald plan gisteren. Nee. Dat was al een beetje ludiek bedoeld. Maar het feit is van, bij een hele goede dag kan Michael van Toerenhout heel veel. Als je op TK ziet hoe snel dat hem daar reed, terwijl je dan de weken daarvoor dat je denkt van, daar had niemand een cent voor gegeven. En dat deed je toch. Dus omdat we er dan toch zoveel zijn... Zeg ik, Michael. Oké. Okay. Nog een derde naam, Ellen? Ik zal dan voor Niels van de Putten gaan. Niels van de Putten. Ja. Dat zou toch wel de verrassing zijn, hè? Want inderdaad, de regelmatigste misschien wel allemaal. Heel veel top 10 plaatsen. Ja, maar ineens winnen. Voilà. Ook die een echte crosser die ook elke week rijdt. Hè. In het eerste nieuwjaar heeft hij elke wedstrijd gereden. Eén is die keer. 5 keer in best dus nog wel. Want je zag dat het op laatste weken op begon te geraken. Maar ik kan nu met misschien supercompensatie wel supervorm hebben. Hè, te zondag. En jij? Je gaat een gij spelen. Elisabeth. Ja? Is goed. En wie wint, doet. Oké. Je kunt misschien een Turk in Middelkerken of zo? Turk in Middelkerken verkennen of zo? Maar ik heb gezien dat je wel veel fietst, hè. Ja, de laatste 3 maanden niet meer, maar kijk. Voilà. De ambitie is om deze week. Het is droog. Tegen de kou op de fiets, dat lukt wel. Dat kan ik me tegen kleden, maar ik ga weer daar beginnen. Ja, mijn knie heeft een beetje moeilijk gedaan. Kom maar. Het begint al. Ja, kijk. Mijn excuus. Maar dag me uit, Niels, want ik ga beginnen te trainen. Hè. Ja, dat is goed. Binnen een paar maanden sta ik aan die deur en gaan we fietsen. Het zal nodig zijn. Ja, okay. Volgend jaar rijden we samen Zonhoven. Ja. Dat vind ik nu eens een goed idee. Ja. Ik ben ooit in de kuil gedoken. Ik ben met Richard Groenendaal ooit in de kuil gedoken voor een of ander filmpje op de sport. Dat was eigenlijk smerig. Weet je wat ze deden? Elke keer, het staat niet goed op beeld, kunnen nog eens de kuil induiken. In de hoop dat ik zou vallen. Het is niet gebeurd. Ik heb wel een mountainbike, dus dat scheelt wel een beetje. Dus met een crossfiets denk ik dat ik sowieso zou gevallen zijn, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar met een mountainbike, dat lukte. Maar naar beneden, goed, dat is één iets. Het is dan naar boven. Het is dan eruit, dus dat eruit komen. Dat is... We waren bij de pronostiek. Ja, de pronostiek van de vrouwen. De vrouwen, ja. Ellen. Ik ga voor Laura, uiteraard. Ja, allee. Dus samen met Alicia hebben ze al mooie dingen laten zien de laatste weken in de crossen. En ik denk dat Laura er nu wel klaar voor is. Nog een vraagje daarover, want hoe gaat ze daar zelf mentaal mee op? Want ze weet ook, want ze weet van, iedereen denkt van, dit is mijn kans. Ja, en het is ook niet de eerste keer dat ze in die positie zit. Vorig jaar... leek het er ook op dat het een mooie strijd ging zijn, maar toen werd ze ziek. Toen had ze echt wel serieuze ziekte. En nu dit jaar, ze voelt zich gewoon ook in het algemeen beter. Ze is ook sterker. Ze voelt zich goed. Ze voelt zich goed in de ploeg. Ze amuseert zich. En ze rijdt nu de laatste maanden in goede wedstrijden. En die buitenlandse overwinningen, daar is ze zelf heel nuchter in. Maar ze heeft ze wel op haar palmarès staan. Dus, ze zei ook letterlijk van dat had te maken met punten, UCI-punten. Ja. Maar anderzijds ook met het gevoel van kunnen een wedstrijd winnen. Ja. En op kop rijden alleen. Het is zoals Niels is zegt, ervaring, ze zal zelf de wedstrijd moeten openbreken misschien zelfs. Of moeten aanpakken.
Ze heeft de laatste wedstrijden, zitten ze regelmatig bij elkaar in het wiel, of zouden ze kunnen... Gisteren zat ze anderhalve minuut voor Sanne Kant, hè, in Zonhoven. Ja, Sanne reed de wedstrijd wel alleen, volgens mij. Als Laura zat in het groep. Het kan fysiek en mentaal toch ook wel gewoon een groot voordeel zijn. Maar ik denk dat ze er nu wel echt klaar voor is. En de druk, die komt er sowieso bij. Als het niet van haarzelf is, het wel van de omkadering of van de buitenwereld. Maar dat gaat bij Sanne ook niet anders zijn. Het zal degene zijn die zaterdag over de beste benen en het stressgehalte zo laag mogelijk kan houden. Dus, maar stress mag, hè. Maar dan moet je wegzetten wanneer je vertrekt, hè. Ja. Stress moet, ik denk dat het een beetje de gezonde kriebeling... De gezonde stress, die moet hebben om te zeggen, want het is vandaag voor mij. Maar ik denk niet dat ze gaat panikeren, omdat ze nu week op week heeft bevestigd dat ze gewoon goed fysiek is. En ze doet goede trainingen, ze let op alles. Ze werkt er echt 100% voor, de anderen uiteraard ook. Maar ze finisht wel op de mooie plaatsen tegenwoordig. Oké, dat is een duidelijke pronostiek, en volledig te begrijpen uiteraard, als ploegleidster of betrokken bij de ploeg. Ja. Bart, 15 voor Sanne Kant of kom je met iemand anders? Ik kan ook Laura zeggen. Ja? Ja. Laura had eigenlijk al veel eerder gemoeten, maar natuurlijk, door wat we allemaal al aangehaald hebben, en ik denk dat ze eigenlijk net zegt, ze is er klaar voor. Ik denk dat het ook wel mag. Ik denk dat, Sanne gaat misschien dan ontgoocheld zijn, maar die gaat dat ook wel kunnen plaatsen, denk ik, dat er toch een potentiële opvolgster is. Hè, want we zeggen eigenlijk al lang dat Laura de nieuwe Sanne Kant was, maar we zijn ondertussen al zoveel jaren verder, dus ik denk dat nu wel de moment is. Het is topsport, hè? Er kan er maar één winnen. Hè? En de rest is tweede of verder. Hè? Dus ze wil er 15 winnen in haar carrière, Sanne Kant. Ja, ze wil Katie Compton evenaren. Hè? Ja. Het is echt een crazy uitdaging, toch? Hè? Ja, als je 15 keer op rij kunt kampioen worden, dan dat toont toch nog altijd anders als 14. Ja, dat is toch zo nog altijd zo. 15 is toch wel nog een ander getal. Onwaarschijnlijk getal, vind ik dat. Ja, als je ziet hoe lang dat eigenlijk al is. Hoe lang dat Sanne al meegaat op dat hoogste niveau. En telt daar die wereldtitels nog bij dat ze gehaald heeft. Ik denk dat dat... Die wereldtitel... Moeilijk om dat nog te evenaren, denk ik. Ja, die titel bijvoorbeeld in Valkenburg. Dat was op een parcours dat haar totaal niet lag, denk ik. En ze wordt daar toch wel op vrij indrukwekkende manier wereldkampioen. Dus ik denk dat dat voor haar wel iets is dat ze dan kan afsluiten. En je weet nooit niet hoe lang dat ze nog wilt. Nee, en rijden, ook natuurlijk. Als je 14 keer Belgisch kampioen bent, misschien een 15e keer, dat wil niet alleen zeggen dat je fysiek de beste was, maar dat je ook nooit ziek bent geweest, pech hebt gehad, of toch in die mate om de titel te verliezen. Ja. Dat je er altijd bent geweest, dat ja, en zeker mag de laatste gebeuren, jaren stonden er best toch wel nu geen 25 renners, maar toch wel 10, 15 dames elite aan de start. 15 jaar geleden was het de groep veel beperkter. Maar het is altijd goed afgelopen voor haar. Ja. Nog een naam, Niels. Ik wil je niet richting Sanne Kant duwen. Nee, maar allee, ik ga dat wel doen. Waarom? Omdat ik gun het uiteraard Laura ook wel, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat Sanne misschien net dat tikkeltje voordeel gaat hebben, misschien in de finale, om de juiste beslissing te maken. En ik heb ook een verleden met Sanne. We hebben ook samen dezelfde ploeg geleden en ook veel gedeeld samen als we op stage en zo waren. Dus op zich... heb ik wel altijd sympathie gehad voor Sanne. Ondanks gewoon over haar hele carrière. Wat dat ze eigenlijk neergezet heeft al. En ik gun het haar wel, die 15e titel. Los van dat ik het Laura ook zeker gun. Maar ergens gun ik haar die 15e titel wel. Ja. Oké. Ik zal dan ook nog maar een naam droppen, hè. Ribeirol. Om ze de drie topfavorietes te noemen. Ja. Het gekke is dat Norbert Ribeirol in 2020... Frans kampioen is geworden. Ja. Dus die weet het, of die weet wat het is om een nationaal kampioenschap te winnen. Op zich een gekke situatie. Ze is ook wereldkampioen geweest bij de belofte voor Frankrijk. Maar Belgisch kampioen, het kan gewoon voor Norbert Ribeirol. Alleen, modder en Ribeirol, dat is nog net iets... Dat klinkt nog beter. Beter, maar kampioenschap, ik ken ze al heel lang, want ze heeft vroeger bij mijn broer in de ploeg gezeten, dus ik ken ze eigenlijk al heel lang, en dat is altijd bij een kampioenschap, is altijd die klik extra. En vorig jaar was dat ook. Hè. Ik bedoel, als ze daar geen stukken rijdt in de start, en daarna nog eens een keer,
had ik het nog wel eens graag gezien, ja, ja, natuurlijk. Hè. Maar natuurlijk, daar bleef het dan wel in dezelfde ploeg. Dus dat viel wel een beetje mee. Ze was kapot toen, hè, vorig jaar. Ja, ja, ja. Ja, dus, fysiek en mentaal. Ja. Ja, ja, ja. Ze wist dat het een kans was die niet meer terugkomt misschien. Ze is alleen de laatste weken niet Nee, echt, minder. En ook enkele wedstrijden gepast, zoals iedereen dat wil doen. Maar vierde in Gullichem. Ja. Maar goed, minder deelnemersveld, met alle respect. Gisteren in een zonoven, 17.000 mensen. Dat is denk ik het record. Was er eentje van? Dit seizoen, hoe komt het dat er daar zoveel, of gisteren, in zonoven zoveel mensen waren? Ja, ik denk dat sowieso de periode al, denk ik, van het jaar. En een van de laatste keren dat ze de Mathieu aan het werk gaan zien in Vlaanderen, zullen we zeggen, of België. Hè. Rijdt dan nog hoogrijden waarschijnlijk, Benidorm en het WK. En dan is het weer gedaan, dus ik denk dat dat zoiets was van, ja, kijk, als we willen gaan, dan is het nu wel de moment. We zitten nog een beetje in die kerstsfeer. En ook, ja, Zonhoven natuurlijk, die kuil spreekt wel aan. Dus ja, we hebben gezien gewoon in die kerstperiode dat de cross enorm hard leeft. En als dan ook nog eens, toch wel mannen aan de start staan die wereldverdetten zijn, die zowel op de weg als in de cross als in de mountainbike het hoogste niveau halen, dat lokt wel mensen. Je ziet dat ook, hè. Als je op de cross aankomt... Ik was er gisteren dan redelijk vroeg, omdat ik met die verkenning zat. Daar staat gewoon volk aan die bussen. En dat is iets wat ik met alle respect de afgelopen jaren alleen maar zie als die mannen er zijn. En ik weet dat nog in onze tijd als wij rijden, ik wil daar niet altijd over babbelen, maar zowel aan Bartsen om de Sven, de mijne, daar stond altijd volk aantekeningen uit te delen. En mensen houden wel van die verdetten of van die mannen die wel een soort charisma hebben. En dat lokt ook gewoon volk naar de cross. En ik heb altijd gezegd dat een Thibaut ook zo iemand is. Hè. Het is iemand die op termijn er terug kan voor zorgen dat ze in Baal vertrekken met wat bussen naar de cross. Hij heeft zo'n beetje daar een rebelse zone, zegt daarop staan, maar hij is toch sympathiek. Dus ja, dat is ook wel zo iemand. En, mensen houden daar gewoon van en ze willen dat aan het werk zien. Het is wel een feit dat het potentieel er nog altijd is. Hè. Als je ziet wat het gisteren teweeg bracht. Amai, het was ook droog sinds veel weken al. Het is een goede, mooie, droge dag. Het was wel een beetje koud. Ja, maar het sneeuwde toch 's morgens. Dus ik dacht in het begin... Het was toch niet uitnodigend 's morgens om naar de cross te gaan? Nee, het is dat. Dus in de namiddag was het relatief beter, maar... Het is toch gewoon puur door het parcours en door een paar vedetten dat de mensen komen. En nog een van de laatste verlofdagen. Ja, de laatste dag kerstvakantie. Dus, ik heb Zonhoven eigenlijk altijd wel druk bezet geweten. De kuil voornamelijk, het andere stuk van het parcours minder, naar die de hoogste punt, dat is ook heel mooi om te staan, maar dat tappen ze geen bier. En Limburg, ik bedoel, het is de enigste cross daar, dus al die mensen, vroeger had je nog Hasselt, hadden nog Pelt. Maas Mechelen, Beringen. Ja. Maar Beringen is al wel van het eerste weekend geleden. Ik bedoel, dat was, de eerste cross, dus dat is lang geleden. Nu zitten we volop in deze periode, dus... En, dat speelt allemaal mee. Positief is ook aan het parcours. Dat ze ook nu twee keer naar die kuil rijden. Vroeger reden ze die kuil en waren ze 7 tot 8 minuten weg. Nu komen ze er eigenlijk twee keer in ingestoven. En, maximaal benut. Ja, dat is maximaal benut. En ik vind het goed benut. Over dat looppassage, zo met dat U-bochtje, kunnen we discussiëren. Maar voor de rest is vind ik wel... Kan je het anders doen? Want nu, ze zijn eigenlijk nog een derde keer even in de kuil. Ja, ik vind een derde keer... Ja, dat vind ik ook bij iets te veel. Dat heb ik vorig jaar ook gezegd. Ik vind dat niet nodig. Het is wel zo, de tweede keer was wel makkelijker dan vorig jaar. Ja, vorig jaar bleef langer op de kant rijden. En kwamen later eigenlijk voor naar omhoog te rijden. Dat was dit jaar nu wel gemakkelijker. Want de moeilijkheid nu was, nadat je de tweede keer kuil had... kwam direct de laatste berg. Vroeger ging je eerst naar de materiaalpost en dan pas die laatste berg. Ja. En zo naar de finish. Nu kwamen ze eerst eigenlijk de berg, dan pas post en dan eigenlijk in één rechte lijn naar de finish. Dus parcours is wel, buiten die lust daar Niels zegt, vind ik echt wel ook een heel, heel mooie omloop. Ja. Zeg, wat vonden jullie van de minuut van Mathieu? Dat was vroeger... De minuut. Ik leg de nadruk op de minuut. Dat was vroeger een feuilletonneke. Hè? Het is hier van de minuut. Je zag het aankomen. Hey, maar dat was een minuut, hè, man. Ja. Hij kwam op de weg, hij schroefde zijn schoenen vast en ik zeg tegen mijn broer, die stond naast mij, ik zeg, hij gaat vertrekken en liet zijn eigen flikken wanneer ze onder die brug gingen. En je zag hem gefrustreerd worden en hij vertrok. En hij zat helemaal van achter in het groepje. Hij zat helemaal van achter. Hij liet zijn eigen helemaal inslaan. Ik zeg, het gebeurt. En dan zie je hem vertrekken en dan denk ik van, oké. Hij was zijn pistool aan het laden en dan... ja.
was wel indrukwekkend. Maar bij het indraaien, bij het opdraaien van de weg, was hij wel zijn schoenen al aan het vastmaken. Dus hij was al een dringende beu, en hij wou als eerste de kuil induiken. Ja, en dan reed hij als enige naar boven. Ja, ja, daar heb ik gisteren ook over, een gesprek over gehad na de koers. Dat de Mathieu rijdt daar eigenlijk uit. En ik heb dan ook nog tijdens de uitzending gezegd van ja, allee, wij zo'n spreken, ik met mijn dikke pens. Ik raakte al in de verkenning tot quasi boven. Dat ik dat niet begrijp, met alle respect. Dat zijn toch ook allemaal toppers? Dat daar eigenlijk geen ene echt uitrijdt. We zien dat wel in de loop der cross dan, de Laurens en Toon van den Bos en zo daaruit rijden. Maar ja, dat ik zeg van, allee man, serieus. Daaruit rijden op zich, dat je er met zo geen verzet kunt. Allee, dat de Mathieu buiten categorie is, en zo, dat snap ik echt wel. En dat die dingen doen en zo, wat de andere mensen, goh, maar dat begrijp ik echt. Maar die kuil uitrijden, gelijk als die dit jaar lag, een klein beetje met de vloer kon rijden, dan rijden daaruit. Hè. Allee, dat te is maken mijn persoonlijke met positie. Mening. Hè. Maar ik denk dat die volledig aan blok zitten. Op het moment dat Mathieu aanzet, doen die hun best om mee te proberen. Ja. En die gaan volledig over hun toeren, volgens mij. En die rijden zo naar beneden, dus die hebben dan soms nog geluk dat ze helaas beneden geraken. Want meestal zie je dan ook nog heel veel fouten maken. Ja, en dan komt je volgende eraan. Ze zijn nog niet gerecupereerd of ze zijn nog niet herzet. En het is gewoon zo. En dan tijdens de koers gaan er dan wel een paar kunnen, maar waarom? Die vallen toch naar hun eigen tempo. En ze weten van, als ik hier een uur op mijn gemak in het wiel kan, ik kan naar beneden rijden en dan kan ik daar omhoog proeven. Ja, dan gaat het. En positionering is inderdaad belangrijk daar. Maar dat willen ze allemaal. Dus die sprint naar die positie wordt al gereden. Dan misschien op die klim. Wat Mathieu dan heel laat zien gisteren. Hè, dat hem echt wegpoeft. Ja, hij rijdt goed. Met dat verzet dat hem ook. Als hij wegrijdt, dat hem die kaal uitrijdt. Ik stond toch boven te kijken en hij komt er echt wel. Oftewel rijdt hem 46 of 48 vooraan. Het zal een van die twee zijn. En dan achteraan gaat hij op zijn. Zijn 16 of zo, zoiets eruit gebold hebben daar. Ik kan u verzekeren, eigenlijk als gisteren, ik ben helemaal niet meer in orde. Dat valt echt tegen. En ik raad iedereen dat aan om eens dat gaan te proberen, maar het gaan er niet te veel gegeven zijn. Zo is één keer wel, maar zeker geen 10 keer op rij. Dat is ongelooflijk. Is er nog nieuws over Lucina Brandt? Want zij ging stevig neer. Mm-hmm. Neus gebroken, heeft er iemand al... Zij zou vandaag naar de kliniek. Ik heb gisteren na de cross nog bij een van de ploegleiders gestaan. Ze ging gisteren nog niet naar de kliniek, omdat er heel veel zwelling was. Zouden ze toch niks kunnen zien. En je zei van, misschien vandaag. Dus ja, we hopen op nieuws. We zullen zien, want het zou toch een streep door de rekening zijn als het effectief gebroken. Ik weet niet of je daarmee kan fietsen, ja, of niet. Of wat dat belemmering is naar ademhaling toe. Maar ze zou toch wel, nu dat Fem van Empel in Nederland niet gaat starten in het NK, zou toch wel een mooie opportuniteit zijn om daar eventueel kampioen te kunnen worden. Dus, want ze reed wel heel snel. Ik denk dat ze 40 seconden al voor lag, die moment dat ze viel. Dus ze was wel in orde conditioneel. Ja, ik denk niet dat Pietersen er had heen gereden gisteren, want het was op een gegeven moment aan de aankomst 18 of 19 seconden. En als ze de kuil uitkwam, was er 22, dus ze was eigenlijk terug wat aan het wegrijden. Dus op zich denk ik wel dat ze gisteren had gewonnen. Maar die smak dat ze maakte, dat was echt een lelijke val. En vooral een val die je niet zag komen op die plek, hè? Nee, op die plaats, dat was... En dan gebeurt dat dikwijls... zonder dat je het verwacht. En dan is die klap precies nog dubbel zo hard dat er aankomt. Ze zette haar hand nog wel, maar ze schoof mee, denk ik. En dan ze gaat eigenlijk vol met haar gezicht. Hè. Ja. Dat was echt akelig. Dat gaat alleszins geen deugd gedaan hebben. Als ik ze ken ze niet persoonlijk goed, maar dat lijkt me echt wel een taaie tante te zijn. Ja, als je ziet wat hij meegemaakt heeft in het begin van het jaar en dan op dat niveau terugkomt. Dus dat is echt wel een taaie, denk ik, in de positieve zin dan. Dus die gaat ook zo rap de bruider niet aangeven, die gaat ook altijd verder gaan en dat is ook wat ze deed in de eerste instantie, staat ze recht en het is eigenlijk maar het moment dat ze recht staat en dat ze zo weet echt van oei, dus ik denk dat ze wel redelijk rap zal gevoeld hebben van oei, hier is wel iets mis. Ja, ze liet die neus gewoon niet meer los, hè. Nee, dat is blijkbaar vaak een teken van een gebroken neus, omdat je het gevoel hebt van moet het vasthouden. Ik denk dat ze 5 of 10 minuten zo heeft gestaan. Ze is lang in beeld geweest. Is dat het gevoel dat uw neus er dan afvalt als hij gebroken is? Ja, ik hoor iemand zeggen, iemand had zijn arm gebroken en die hield zijn arm voortdurend vast, omdat dat ook zo'n gevoel was van, ik hou hem vast. Die valt eraf anders. Ik weet het niet, ik heb mijn neus gelukkig nog nooit gebroken, dus ik ga het proberen zo te houden.
Weet je trouwens wie 15e was in Diegem toen jij daar won in 2015? Ja, Lucinda dan zeggen? Lucinda Brand. Ja, maar ja. De brug is kort. Ja. Ja. 2017? Of 2015 woon je in Diegem. Ah, ja. En toen was zij, was Lucinda Brand, zag ik toevallig, 15e. Op 3 minuten. Oh. Ja, zie, om maar te zeggen, carrières gaan soms heel vreemd. Dat was ook de Lucinda, denk ik, die nog wel wat zwaarder stond. En misschien nog niet zo heel lang bezig. Maar ze schillen, we schillen uiteindelijk ook nog, denk ik, 9 jaar. Dat is ze nu, van, 32 zeker? Ja, ik denk dat ze een jaar dus, jonger is, of ouder is dan Sanne. Dus die is van 90 of 91 geboortejaar. Dus ja, we wisten toen nog niet wat de carrière van Lucinda Brand zou opleveren. Het is redelijk goed gekomen. Ja. En hopelijk komt het ook goed. Zijn er nog anekdotes richting een BK dat we absoluut moeten bovenhalen? Want we zijn bijna rond, maar het BK komt eraan. Iets waar je, als je denkt aan een BK, waar je onmiddellijk aan terugdenkt. Uit jullie eigen carrière. Goh, ik heb ooit in Erpenmeer, denk ik, 5 minuten voor de start, nu de start van de wedstrijd, maar echt de verkenning, maar een half rondje kunnen doen. Ik had autopech. Dus dat was nog echt met de auto naartoe. Auto valt stil, iemand opgebeld, alles moeten overladen. Dus dat was al de stressfactor. Piek, die was al geweest. En dat was Erpenmeren, waar je dichtst bij de Belgische titel bent geweest. Ja. Dus om maar te zeggen. Uiteindelijk, Bart, je hebt ooit een BK gemist. De avond ervoor, plotseling. Hartfalen. Dat is een minder vrolijk verhaal. Ja, we gingen eigenlijk op de verkenning op woensdag. En ik voelde me eigenlijk al niet heel goed. Ik kwam eigenlijk uit een mindere periode en eigenlijk op de parking, we zijn onze fiets te kuisen en ik vind een klavertje 4. En dat was zo nog, eigenlijk stonden er 2 of 3 fotografen en ik ben niet iemand die bijgelovig is zo'n ding. En dat was dan direct van, oh ja, maar dat is goed. Ik zeg, volgens mij komt dat niet goed. Allee, ik bedoel, ik wil dat niet. En dan die zaterdag werd ik ziek 's morgens. Ja, overgeven, diarree, al die dingen. En ik dacht van, wel niks. En toen zei mijn persoonlijke dokter nog, ga toch maar naar de kliniek. Allee, het ziet er toch niet zo goed uit. Allee, ik bedoel, als je ze 1 keer overgeeft of 2 keer, oké, maar dat blijft duren. En ze hebben mij daar gehouden. En ik ging er nog altijd vanuit dat ik het kampioenschap kon rijden. Maar ze hebben mij direct nog intensieve gedaan. Dus dat was welk heel, PK heel, was dat? Hoogleden. Ah ja, ik dacht het. Dus dat was in 1 keer zo van, oeh. Dus ik heb ook nooit niet gevoeld dat dat zo ernstig was. Maar de moment dat ze mij in de ziekenwagen stopten en van Geel naar Antwerpen voerden, omdat ze mij in Geel niet konden helpen, toen begon ik zoiets wel te denken van, oeh, dit is nou wel serieus. Ik kan het morgen toch niet rijden. Dus eigenlijk, ja. En dan lag ik op de intensieve in Antwerpen. En in de voormiddag heb ik dan nog gevraagd van, zeg, hier is geen tv. Hè. Ik wil wel het kampioenschap zien. Hè. Ja, dat mag eigenlijk niet. En na een tijd heb ik dan toch een tv gekregen. En heb ik wel de kampioenschap gezien. Maar ja, dat was periode eigenlijk om snel te vergeten. Omdat, dat was gewoon, Het is goed gekomen toch? Ja. Dat is allemaal eigenlijk met mijn tanden. Ik heb heel veel implantaten nu rechtsonder. Dus eigenlijk mijn ontsteking op mijn tanden dat in mijn bloedbaan is gekomen. En zo krijg je hartfalen. En als je dan achteraf heel veel, ik ben dan 2 keer gaan spreken op zo van tandheelkunde. Omdat je dat heel blijkbaar, dat weet ik ook maar sindsdien, dat het heel belangrijk is naar hart en vaten toe, dat je gezonde tanden hebt. Is dat achteraf uitgekomen. Dus in 1 keer moesten ze 5, 6 tanden trekken. Dan die ontsteking op een tand is eigenlijk een trosje druiven. Dus dat kwam alleen maar druiven uit. Ja. Waar ik bij wijze van spreken. Dus, maar ik kan u garanderen. En als ze dan achteraf zeggen van 1 op de 3 overleeft dat niet, dan ga je er wel eens een keer nadenken. Dan denk je van, ik heb toch wel geluk gehad. Terwijl je eigenlijk nooit het gevoel gehad van, nee, je ligt dan in fusen en je wordt met spoed. Maar op die moment had ik nooit iets van... Nee, in vorm, dus, je denkt van, dat is niks. Ja, man, die zal maar topsporter zijn. Maar ik zeg het, het is gewoon zo. Ja. Het gebeurt dagelijks blijkbaar. Ja. Hè, hartfalen gebeurt dagelijks hier in België. En dagelijks zijn er mensen die dat er komen te overlijden. Dus. Goed screenen, lijkt me heel belangrijk. Voilà, heel belangrijk. En daarmee dat we de roddels die we soms horen van die fiets met dat en die fiets met dat of die sport dat. Nee, als je iets voelt en je denkt dat je iets hebt, blijf van die fiets toe. Laat u tegen deftig screenen. Zie dat je niks extra meer. Dat je denkt van vandaag nog wel en morgen zal ik wel zien. Nee. Ik bedoel,
En dat is met alles zo, het tandpijn. Alleen daarvoor was ook, als ik tandpijn had, oh, een dag al gaan. Nu niet meer. Allee, ja, dat is, ja, nee, klopt. Allee, dat zijn ook serieuze dingen. Hè. Ik reed zelf ook wel eens rond met... Ik heb eens een ontwrichte AC-gewricht gehad. En dan ook na hoogrijden, pas na de... Dus gevallen op training, hoogrijden had gedaan, dan... toch, ja, het zit precies toch nog niet goed. Dan pas naar de spoed, met open wonden gewoon crossen, dan pas laten hechten. Dat is allemaal, ja, dat is geen... dat mag je natuurlijk niet doen, nee. Maar je spreekt natuurlijk niet over, over hartfalen of over... dat is nog net iets anders, maar het is gewoon te koer niet, nee, niet het is, slim. Nee, het is geen vrolijke nood om over te babbelen, zeker niet om deze podcast mee te eindigen. Nee. Dan gaat niet naar Niels komen als het over het hart gaat, dus ja. Laten we het zo. Hè. Ja, Niels, ja, hè? Zo maar die heeft geweten dat hem geleefd voilà. Is. Ja, ja, ik ben blij dat hij hier elke week naast mij zit. Ja. Niels, dankjewel voor vandaag. Bart, dankjewel. Ja. Ellen, dankjewel. Succes. Ja, de komende weken, maanden, zondag te beginnen met dat Belgisch kampioenschap. Zaterdag voor de vrouwen. Zaterdag in Mölebeke. Zaterdag. Ik wens je een Belgische titel toe. Maar goed, iedereen die passeert, wens ik het allerbeste toe. Dus ik kies geen partij. Laat dat duidelijk zijn. U bedankt voor het kijken of luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe podcast. Tot dan.